Hallo, ik studeer handelsingenieur laatste jaar en ik heb mijn thesis gedaan bij EY, Sustainability Service and Climate Change. Ik heb daarvoor gekozen omdat ik het een beetje beu was om in de boeken te zitten en alleen maar literatuuronderzoek te doen. Ik wil echt iets doen, niet per se met mijn handen, maar toch met mensen bezig zijn en ook in het bedrijfsleven meestaan om dat mij al wat aan te passen aan de job die ik later, binnen 2 maanden in september ga doen. Ja, elk jaar probeer ik een 10-tal handelsingenieurs en THW'ers bij bedrijven onder te brengen in het kader van een praktijkgerichte masterproef. Ja. Voor hen is dat een enorm leuke uitdaging. Dus ik heb dat gedaan bij artsen, waarin we eigenlijk het risicolandschap van artsen in kaart gebracht hebben. En dat is eigenlijk heel tof, omdat we heel veel interviews ter plaatse zijn kunnen doen. En door veel met de mensen te praten daar, krijg je echt een idee van wat de onderneming doet en ook wat dat ze is, wat de cultuur daar is en wat het de mensen belangrijk vinden en wat dat ze minder belangrijk vinden. Dat is heel interessant om te weten te komen. Mijn naam is Artsens en dat is artsen. Het is puur toeval. Dus dit was een heel interessante stagethesis, omdat ik echt heel veel praktijkervaringen heb opgedaan en heel veel heb geleerd over het bedrijfsleven, over de bedrijfsproblemen. De millennials noemen ze. Die brengen natuurlijk heel fijne ideeën mee, niet altijd even haalbaar en even realistisch. Maar door de band komen er toch altijd leuke inzichten uit en hebben ze meer impact en invloed dan dat ze eigenlijk op voorhand denken.